Dit is René. René is compliance officer bij een financiële instelling. In deze rol is hij verantwoordelijk voor de naleving van veel verschillende normeringen en richtlijnen binnen zijn organisatie. Waaronder de AVG, ISO 27001 en de controles van de Nederlandse Bank. Daarbij richt René zich niet alleen op de externe verantwoording, maar zorgt hij ook dat compliance intern binnen zijn organisatie wordt gedragen. Om een helder en beter inzicht te krijgen in deze complexe materie, maakt René gebruik van het Management Control Framework in MAVIM. Het Management Control Framework legt de verbinding tussen interne sturing van de organisatie en de externe verantwoording richting bestuur en toezichthouders. Daarbij maakt hij gebruik van best practices en standaarden zoals COBIT 2019. De vereisten vanuit de Nederlandse Bank zijn ook beschikbaar in het framework. Hierin is de relatie gelegd met de practices en de activiteiten van COBIT 2019. Met deze informatie heeft René inzicht in de eisen die worden gesteld en heeft hij de beschikking over best practices om daar invulling aan te geven. Vanuit zijn rol wil hij ook inzicht hebben in de stand van zaken en de ontwikkeling op het gebied van informatiebeveiliging binnen zijn organisatie. Via een dashboard wordt de ontwikkeling binnen zijn organisatie inzichtelijk gemaakt. Met de onderliggende data kan de stand van zaken snel en eenvoudig worden geïdentificeerd. Hij heeft zowel inzicht in de stand van zaken als de ontwikkeling van de beheermaatregelen. Hiervoor zijn veldensets gedefinieerd. René kan deze velden voor elk proces definiëren en laten vastleggen door de organisatie. Voor het verkrijgen van inzicht in de processen, de mensen die daarbij betrokken zijn en de gerelateerde risico's, volgen de werkzaamheden van Lisette. Zij houdt zich ook bezig met het onderhouden van lijsten met alle controls die voortvloeien uit de vele normeringen. Als IT-manager heeft Lisette een eerste lijns verantwoordelijkheid en geeft zij invulling aan de vereisten vanuit compliance. Voor de opzet van de interne sturing wordt onderscheid gemaakt tussen de sturing op processen, data en systemen. Binnen de sturing van de processen maakt Lisette gebruik van een set aan indicatoren voor succesfactoren, performance, risico's, controls en beheermaatregelen. Via rapporten krijgt zij een overzicht van de controls en kan zij een specifieke control selecteren. Per control zijn de relevante velden gedefinieerd, zoals de eigenaar, de klassificatie van de control en de relatie met het proces en het risico. Vanuit een onderwerp kan Lisette doorklikken naar een relatie. In dit geval klikt zij door naar het proces. Per proces zijn de procesbeschrijvingen uitgetekend, waarin elke processtap is onderkend. Aangevuld met de beschrijvingen van de processen, de relaties die zijn gelegd met de verschillende indicatoren en verantwoordelijkheden, ontstaat er een compleet beeld over de inrichting van de bedrijfsvoering. Daarmee worden alle verbanden tussen processen, documenten, functies, regelgeving en richtlijnen via de MAVIM portal eenvoudig gepubliceerd. Zij kan deze informatie direct beschikbaar stellen voor alle betrokkenen, zoals interne en externe auditors, zonder dat dit extra werk of tijdrovende voorbereidingen met zich meebrengt. Dit inzicht is zowel voor René als Lisette relevant. Vanuit de processen kunnen zij doorklikken naar de beheermaatregelen en worden de detailgegevens zichtbaar gemaakt. Naast de omschrijving wordt de relatie met de control en de eigenaar vastgelegd. In het framework worden niet alleen de opzet beschreven, maar worden ook de afspraken vastgelegd om de maatregelen te monitoren. Aan de hand van de datum control planning kun je de onderwerpen actief onderhouden waarbij de verantwoordelijke wordt gevraagd om voor een beheermaatregel de noodzakelijke evidence aan te leveren. Aan de hand van een vooraf gedefinieerd webformulier kun je gericht feedback geven op een onderwerp. De planning van de beheermaatregelen wordt vastgelegd in de auditplanning. Hieraan kan eenvoudig informatie toegevoegd worden over ingangsdata, vervaldata, eigenaren, type controls en de afdelingen en vestigingen die erbij betrokken zijn. De verantwoordelijke van een maatregel krijgt een aantal dagen vooraf een taak via de e-mail om de input voor de maatregel aan te leveren via een webformulier. De informatie die wordt aangeleverd via deze webformulieren wordt gebruikt in de dashboards om te rapporteren over de stand van zaken en de ontwikkeling. Lisette maakt gebruik van hetzelfde dashboard als René. Deze kan ze ook vanuit de interne sturing raadplegen. Vanuit de DNB-vereisten kan zij zien welke beheermaatregelen zijn gedefinieerd en in welke mate deze effectief zijn.
Aan de hand van de uitgevoerde taken wordt de terugkoppeling getoond, inclusief de status en de bijbehorende bewijslast. Op die manier wordt niet alleen de status, maar ook de ontwikkeling van de beheermaatregelen in de tijd inzichtelijk gemaakt. Dit helpt Lisette om de werking aan te tonen. Lisette heeft ook een eigen dashboard waarin zij de stand van zaken en de ontwikkeling van de controls, KPI's en risico's kan volgen. Daarbij kan zij selecties maken naar organisatieonderdeel en of verantwoordelijke om tot het juiste inzicht te komen. Deze informatie is beschikbaar via de portal, maar wordt ook op andere digitale manieren beschikbaar gesteld. Het MCF maakt onderdeel uit van een aantal functiegebieden, waaronder informatieplanning, procesmanagement en architectuur. Elk van deze functiegebieden kent weer zijn eigen content met eigen methodes en technieken die daarvoor worden gebruikt. Het MCF maakt de verbinding met deze verschillende functiegebieden, waardoor de organisatie in staat wordt gesteld om op één manier, maar met verschillende inzichten naar de organisatie te kijken. Op die manier krijg je een consistente en uniforme beschrijving van de organisatie in één repository, waarbij je de taken maar één keer hoeft uit te voeren en er een actueel inzicht is in de stand van zaken en de ontwikkeling van de beheermaatregelen. De informatie vanuit de beheermaatregelen wordt één keer vastgelegd en vervolgens gebruikt voor verschillende doeleinden, zoals externe toetsingskaders. De organisatie van René en Lisette heeft hierdoor minder last van verspilling en kan sneller reageren op ontwikkeling in het kader van compliance. Bovendien helpt het de organisatie om beter samen te werken en de digitalisering voor hun bedrijf te realiseren. Veel van de getoonde informatie is bekend binnen de organisatie, maar wordt vaak in aparte administraties en Excel-bestanden onderhouden. Je kunt een vliegende start maken door deze administraties te digitaliseren en te relateren aan de beschikbare standaarden en beleidskaders vanuit het Management Control Framework. Op deze manier helpt het Management Control Framework de organisatie van René en Lisette om op een effectievere en efficiëntere manier de bedrijfsprocessen te monitoren en te voldoen aan de vereiste wet en regelgeving.